Er zijn 3 voorwaarden om een vrijwilliger in te schakelen bij een organisatie. De vrijwilliger werkt voor een organisatie dat geen winst nastreeft. De vrijwilliger ontvangt geen loon voor de geleverde prestatie. En de vrijwilliger doet het vrijwillig en ongedwongen. Ik leg aan de hand van een voorbeeld elke voorwaarde toe. Voorwaarde 1. De vrijwilliger gaat aan de slag bij een organisatie die geen winst nastreeft. We zien vaak dat vrijwilligers worden ingeschakeld bij VZW's of feitelijke verenigingen voor activiteiten die toch ergens wel commercieel lijken, zoals evenementen of festivals. Daar doen ze ticketing, bonnetjes, onthaal van muzikanten. De vraag is, mag dat zomaar? Een VZW met als doel de promotie, organisatie en realisatie van artistieke projecten mag voor die activiteiten, zoals bijvoorbeeld een festival, vrijwilligers inschakelen omdat dat kadert binnen het maatschappelijk doel. Een reclamebureau dat een commercieel event organiseert mag geen vrijwilligers inschakelen. Waarom niet? Omdat daar geen maatschappelijk doel is. Voorwaarde 2. De vrijwilliger ontvangt geen loon voor de geleverde prestaties. Organisaties schakelen vaak vrijwilligers in als een verlengstuk van de publiekswerking. Bijvoorbeeld, een museum schakelt voor haar jongerenwerking jongeren in om mee te helpen met opstellen van een tentoonstelling. Voor de jongeren is de vergoeding een belangrijke motivatie om mee te doen. Er zijn verschillende manieren om vrijwilligers te vergoeden. Een forfaitaire vergoeding, je kan een bepaald bedrag vastleggen, daar zijn maxima en minima op. Of je kan zeggen, we werken via reële kostenvergoeding. Bij de reële kostenvergoeding vraag je aan de vrijwilliger om de kosten die ze hebben gemaakt te bewijzen. Bijvoorbeeld een treinticket. Je kan dus vrijwilligers vergoeden, maar geen loon uitbetalen. Nog belangrijker, wees transparant en communiceer over hoe en wat je precies vergoedt. Je kan vrijwilligers ook op een andere manier waarderen. Bijvoorbeeld door uit te nodigen bij een opening van een tentoonstelling of bij een première van een voorstelling. Voorwaarde 3. De vrijwilliger werkt ongedwongen en vrijwillig. Veel organisaties houden een professioneel beleid aan als het gaat om vrijwilligers aan te werven. Bijvoorbeeld door vacatures uit te schrijven en sollicitatiegesprekken te houden. Wij moedigen dit zeker aan. Maar mag dit en hoe ver kan je daarin gaan? Stel je de vraag, gaat het om ondersteunende taken of een betalende opdracht? Om dit na te gaan, gaat men nakijken of de geleverde prestaties als vrijwilliger niet overeenstemmen met werken via een arbeidsovereenkomst. Men kijkt naar de volgende elementen. Arbeid. Gaat het over beroepsarbeid, waar men beroepsinkomsten uit krijgt? Of gaat het over een vrije tijdsbesteding, waar men een tegenprestatie voor krijgt? Loon. Gaat men kijken naar de verrichte arbeid en wat men daarvoor tegenover krijgt, zoals loon? Of gaat het over een tegenprestatie voor de gemaakte kosten? Gezag. Is er een duidelijke band van ondergeschiktheid? Dan hebben we het waarschijnlijk over werknemer- en werkgeverrelatie. Krijg je instructies of richtlijnen, maar mag je zelf invulling geven aan de taak? Dan gaat het over vrijwilligerswerk. Nu weet je als organisatie of je wel of niet met vrijwilligers kan werken. Voor meer informatie over hoe het precies moet, ga naar cultuurloket.be.